Ja, camera loopt. Muziek. Hallo allemaal, wij zijn vandaag op de set van onze nieuwe videoclip voor onze zomersingle Fata Morgana. En ik heb vanochtend al eventjes shots gemaakt, maar Marten is net geweest en die is nu nog bezig. Vinden we het leuk? Ja, ik vind het leuk. Ik ben vooral benieuwd hoe dat eruit ziet. Het ziet er zo mooi uit, ja? Marten, je bent echt een freaking prinses. Maar jij ook, ik had dat bij jou ook gedaan. Ik heb zoals stiekem een beetje gefilmd. Zal ik jou stiekem ook filmen? Zo? Ja, is goed. Dat is goed. Stiekem. Ja, dan kunnen we het zo al terug bekijken. Kijk, en wacht. Hier ligt zand op de grond. Ja. Dat is voor straks. En zo van die coole ballen en zo. En ik ben heel benieuwd wat er zo meteen voor projectie op het scherm gaat komen. Want hier hebben we nu zo een beetje een soort spiegellijst. En daarin zit dan, als het ware, onze Fata Morgana. Waar wij naar kijken en naar heen dromen. Dat is geen Nederlands. Naartoe dromen. Het wordt denk ik echt heel cool. Oh, ik kan niet wachten, maar we gaan jullie meenemen. Hallo allemaal, we zijn bezig bij Fata Morgana. En hier hangen de moodboards van onze videoclip. Dus er is echt zo'n beetje nagedacht over, dit is de achtergrond, dit is de outfit en dan de bijpassende make-up. En dan hebben ze eigenlijk voor verschillende achtergronden en vibes en thema's en outfits. Dus er is echt keihard over nagedacht. En zoals jullie zien hebben we nu zo'n jurk aan met zo allemaal van die touwtjes. Maar Marten is denk ik bezig, dus we zullen gewoon gaan kijken. Dan kunnen jullie het bij haar zien. Want het is echt heel leuk wel. Nu meteen jullie aan die positie. Meteen jullie. Meteen nu. Ik moest eigenlijk nog plassen, maar dat duurt met dat kind. Nee, Julia, meteen nu. Hier stond je gewoon zo en ik dacht echt, wie is er gezien? Jullie hebben wel kei mooie beentjes. Ja, maar dat is gewoon. Dat is mooi. Mooi. Ja, echt. Ja, na bijna 8 jaar zijn we nog altijd lief voor elkaar. En gelukkig zijn ze voor mij na 1,5 jaar ook nog steeds heel lief. Ja. Of dat 8 jaar gaat duren, dat is de vraag. Maar Pas op. Ja, we hebben zweepje. Waar gaat dat zweepje heen? Een beetje daarvoor. Waar gaat dat zweepje? Maar dat is toch iets speciaals, hè? Ik vind dat we dat in onze kring moeten verwerken. Ja, dat flosje. Had ik dat moeten doen net? Tijdens dat? Ja! Met dat erbij gepast. Of we kunnen zo, ook maar, een weet je wat het probleem is? Wanneer ik dans op hangen, dan dans ik alsof ik op sneakers sta. En ik ben gewoon niet zo, zo'n elegante danser. Nee, ik geef graag door de benen. Is het dat ook niet? Ja. En dat doet het beter niet op hangen. Misschien is dat als jij danst, jij gaat graag laag. Ik wil gewoon eigenlijk mijn hielen op de grond. Ik probeer zo die grond te voelen. Dus je moet me eigenlijk geen hakken geven. Ik moet me gewoon lekker een spijkerbroek met scheuren en platte sneakers. Maar beter zo dan dat je zo staat. Toch? Je staat stevig. Ja, behalve wanneer Tommy dan zegt squeeze. Ja, ik hielen tegen elkaar. En ik stond het klaar. Ik stond op wachtelen. Ik stond het is moeilijk op hakken. Maar ik stond ook helemaal te trillen en ik dacht zo van maar. Ja, dan moeten we dan dansschoenen voorstellen. Maar misschien zijn wij gewoon echt een dansschoenen. Maar ik vond die dat wij bij de film hadden. Toen liefde die zo overal, die waren wel beter, hè? Die zaten wel beter. Ja, maar die hadden zo, maar deze zitten ook zo los als in mijn hele huis. Ja, dit is heel los. We zijn verder niet aan het klagen hoor. We vinden het heel leuk. We zijn vooral aan het nadenken naar de toekomst toe. Wat we anders kunnen doen. Anders. Makkelijk. Beter. Makkelijk. Voor gaan. We zijn zo volwassen.
Wat doe je als je moet wachten? Als we nog mensen nodig hadden voldaan, stel ik je meedoen met de weesgetal. Ja. Maar misschien lijkt dat er wel op. Lijkt het op water? Nee, dat is jammer. Lijkt het op een spiegel? Het is ook wel kettle. Ik heb zo het idee dat we een kettle meeting moeten doen over wanneer gaan we naar voren en wanneer niet. Ja. Dat is waar. Maar het is wel mooi. Zo dat. Ik vind het wel. En die doen het ook allemaal goed, hè? Ja. Daar is Hanna terug. Oh, ja, wiet! Ja, dat is hier. Ja, dat is hier. Oké. Hiet, stap, sprook, Lune. Moeten we helpen? Nee, nee. Echt, hè? Lune? Oké. Ik wil ook wel helpen, hè, mevrouw. Voilà, één voetje. Klap niet op. Makkelijk weg. Zit het goed? Ik denk het wel. Muziek! Eindelijk, Hanna! Hanna voor de zeemermeting! Dat is haar wens. Net als een zeem. Kom op! Zeem! Dat was een mooie zeem. U kan ons boeken via Hitlust. Hitstudio100.com. Het is tijd voor eten. Hi. En hier zijn de dansers. Is het lekker? Ja, heel lekker. Oh, het ziet er heel lekker uit. Oh, jam jam. We zaten hier vorige keer ook. En toen was het heel lekker eten. Oh, dus voilà. Middagpauze nu. Ja, blijkbaar de kaartjes nergens te bespeuren, maar de vlogcamera wel. Dus ja, die hebben we dan even gekaapt. Want ja, we zijn hier aan het wachten op de meisjes. Die zijn nog druk in de make-up. En wij, zullen wij maar eens even de sterren, de echte sterren van de clip in de aandacht zetten. We staan hier dus vandaag op de set. Het is een beetje op een idyllisch strand, hè, Fata Morgana. Hebben we er een beetje zin in vandaag? Ja. Ja, ik heb hallo, we hebben een nieuwe outfit. Wacht, ik kan hem laten zien. Bij Hanna en Julia. Ja. Dus we hebben zo hogere all-stars. Cool, hè? En pailletjes. Bling, bling. Bling, 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 bling. Shimmer, shimmer, shimmer. En dit is de decor. Ja, die dingen zijn wel speciaal, hè? Die walvissen daar. Walvissen. Die vliegen zo wat in de lucht. Het is zo een mama en een baby. Luchtballonnen. Ja, hè? Ja, dat komt terug. En het zijn er drie. Hey. Oh, wacht. Geen 10.000. Dat zijn echt luchtballonnen. Waar is ze? We zouden die walvissen gedaan hebben omdat ik zo klein ben en jullie dan een beetje groter. Dat ik zo de baby ben. Het zijn er drie. Maar ik had die derde nog niet gezien. En wat bedoelde bij dat ik dan die middenste ben of zo? Jij bent het langste. Of... Dat is vooral de dikste, Julia. Nee, nou. Jawel. Ja, daar kan je eigenlijk niet omheen, Julia. Meisje. Je weet dat ik dat absoluut niet bedoel. Meisje. Dat weet je. We gaan af en toe een keer wisselen, hè. Ja. Wij hebben dus vandaag de clipopnames en we hebben toevallig allemaal oranje aan. En waarom zijn wij daarom blij om? Het is vandaag Koningsdag in Nederland. Ja. Dus dat vinden we allemaal heel gezellig, toch jongens? Ja, nou had ik gehoopt op het refrein, maar dat kwam niet. Wacht, ik ga het opnieuw draaien wanneer het refrein er is, ja? Harder zetten. Kom. Ja, zijn we er klaar voor jongens? Is prima. Viva Hollandia. Ja. Wauw. Nou, dus dit is de vibe vandaag. En dan zijn wij content, nee, of niet dan? Zeer content, lekker. Yes. Content, lekker Holland. Nee, ja, dat.
is de laatste set. Oei, je ziet het niet heel goed, maar dit is dus ook de laatste outfit. Dat is eigenlijk een jumpsuit. Het lijkt op een short met een top, maar het is echt wel een jumpsuit. Zullen we het demonstreren? Het is een broekje met een laagje. En dan denk je, oh, ze gaat op een flesje. Maar nee, daar zit een top onder. En dat is dus, dat zit allemaal vast. Dus het is... Ja. Ja, een broekpakje, hè? Een broekpakje. Ja. En dit is het met... Deze is dus... Amai, ik kan daarna niet over praten. Nee, ik merk het. Dit is dus met lasers. En ik vind dat mega eng. Ja. Ze kwamen zo zeggen... Ja, goed om te weten. Je mag dus niet naar de lasers kijken. Want dat kan gevaarlijk zijn. En ik ben zo iemand... Oh, gevaarlijk. Moet ik dat wel eens testen? Ken je dat zo? Dus ik vind dat mega eng. Dus Julia was mij aan het uitdagen. Ze wilde mij niet eens meer aan. Maar ik durfde dat niet. Want links van mij was dus een laser. Rechts van mij was de laser. Maar je mag wel kijken naar de laser. Maar niet in de laser. Ja, dat is dus per ongeluk doet het dat dan. Ken je het? Ja. Dus ik zie ons heel spannende. Het lijkt een verschil weer in dat beeldje. Dat is altijd zo grappig. Wat zou raar zijn zo gelijk ook. Oh, en heb je onze glitterarmen al laten zien in het licht? Kunnen dat zien? Dan moeten we eigenlijk zo in een sportje gaan slaan. Dan zijn er sportjes. Oh. Ja, ja, ja. Oh, ja. Oh. Wacht, nou staan we hier, gaat het licht precies weg. Wacht, hè. Licht. Licht. Ja. Oh, nee, nog twee keer. Jan. Wacht, maar... Het gaat komen. Kunnen we het buiten laten zien? Nee. Oh. Wacht, maar. Oh, was het even... Nee. Nee, dat is jammer. Nee. We gaan het buiten laten zien. Want we zijn discoballen. Ja. Je hebt dit een hele mooie motor al maar te gemaakt. Ze was echt niet eens van boven. Oh, maar hier buiten valt het precies veel minder op. Oh. Jammer. Kun je iets zien? Nee. 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 Jammer. Ze gaan naar de clip moeten kijken. Hé, hey, goed idee. Ja, ze moeten maar naar de clip kijken om het te zien. En ik denk dat we het nog eens een keer gaan doen. Dus ik ga mijn mentaal al even voorbereiden terug. Nee, maar nu ben je toch iets minder bang. Ik vind het altijd eng. Maar ik dacht zo'n beetje zo. Nee. En op een gegeven moment moeten wij een pasje doen dat we naar de zijkant draaien. Ja, dat doe ik dus. En dan weer een sneetje naar voren maken. Trishen, een beetje zo. En Marten doet dat met haar ogen dicht. Ik doe het. Oh, ze heeft zoveel plezier dat ze de ogen dicht knijpt. Nee. Ja, dat is wel ons geheim. Maar we gaan het nog eens doen, denk ik, hè? Ja, dat denk ik ook. Hey, let's go. De hele nacht, tot hij opeens opnieuw verdwijnt.
duizend en één nacht. Maar zeg me dat ik niet droom. Kom hier en fluister zacht dat jij een